je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het is vandaag weer eens tijd voor een glutenvrij recept. Dit keer maak ik glutenvrije satésaus. De ingrediënten heb ik al klaarstaan, dus die ga ik je nu laten zien. Veel plezier met kijken! 3 eetlepels glutenvrije pindakaas, 2 eetlepels glutenvrije ketchup, een halve ui, 1,5 theelepel sambal oelek, 2 teentjes knoflook, 2 eetlepels donkerbruine bastardsuiker, 150 ml water en een beetje olijfolie. In een warm pan doe ik de olie om daar de ui in te gaan bakken. De olie is warm, dus de uitjes mogen erbij. Dan doe ik de sambal ook erbij. Dan meng ik er even goed doorheen. Dan mogen de 2 teentjes knoflook er ook doorheen. En dat doe ik met een knoflookpers. En dan gaat ook de suiker erbij en de ketchup. En dit roer ik even goed door elkaar. Dan mag ook de pindakaas erbij. En die roer ik er ook even doorheen. Die wordt vanzelf wel zachter door de warmte. En dan doe ik het water erbij. En dat meng ik ook er even goed doorheen. De boel begint helemaal te pruttelen. Dus dan is die klaar. Hij is ook vrij stevig geworden. In het begin lijkt hij erop alsof hij niet stevig wordt. Dus ik ga het vuur uitzetten. En ik pak er nog even een staafmixer bij, want ik wil wel alle ui klein hebben. Dan mag de satésaus in een schaaltje. En klaar is de satésaus. Aangezien de satésaus erg snel afkoelt, moet je hem gauw op een warm houtplaatje zetten, zodat je hem bij je eten nog lekker kan eten. Ik ben benieuwd of die goed gelukt is. Ik ga het een klein beetje proeven. Hij is echt super lekker geworden. Helemaal niet te scherp. De pindakaas smaak is ook heel erg goed geworden. Het is echt een hele goede pindasaus. De ui is ook redelijk goed fijn geworden. Dus af en toe proef je daar wel een stukje van, maar dat geeft niet. Deze pindasaus is absoluut ook handig voor bij een rijstrecept. Dus dat ga ik vandaag ook lekker eten. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. En ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan hier beneden even. En dan zie ik je hopelijk bij een volgende video weer. Doei doei!